Dag allemaal, voor mij is het vloggen een tijdje geleden. Ik heb het de laatste twee maanden echt super druk gehad. Ik heb natuurlijk de reis georganiseerd naar Boekarest, Roemenië. Echt een super leuke tijd gehad. En ik ben in de tussentijd ben ik 2 weken in Nederland geweest om mijn tentamens te halen. Ik ben over naar het 4e jaar. Ik mag volgend jaar afstuderen als internationaal bedrijfsleider. Mijn studie begint daarvan in november. Dus ik heb mooi tijd om in het najaar wat mooie filmpjes te maken voor jullie. En op dit moment zit ik op de trekker aan de andere kant van Roemenië. Aan de kant van Timișoara, dat is tegen Hongarije aan. En daar zitten wij inmiddels in de graanoogst. Ik ben hier inmiddels 2 weken. En we zijn hier wel aan het helpen en vooral aan het rondkijken. Het is hier heel erg anders. Veel heuvelachtiger, minder droog, goede gewassen. Dus dat is heel erg leuk en daarvan gaan jullie in de komende tijd ook op beelden zien. Nou, ik stap eens op uit die trekker. Het is hier namelijk echt super heet. Het is denk ik nou een goede 35 graden. En ik sta hier bij het graan. Graan is het jaar goed, ton 7 of 8. Dus met deze prijzen kun je op deze landbouwgrond hier een aardig zakcentje verdienen. Dat is iets wat ik wel hier kan constateren. Ik rij samen met een aantal vrachtwagens het graan van de boerderij. Dus stro wat hier op het land staat, dat wordt eigenlijk allemaal verhakseld. Omdat ze hier geen drijfmest hebben, zijn ze afhankelijk van andere organische meststoffen. Dus alles wat hier qua meststof op wordt gebracht is gehakseld stro van het gewas op kunstmest. En aangezien kunstmest ook duur is, zijn ze nu aan het kijken of dat ze wellicht mest uit andere delen van Europa kan halen om hier te bemesten. En ook de mais. Mais is wel wat korter dan bij ons. Maar deze wordt niet gebruikt om te hakselen, maar om te dorsen, dus voor korrelmais. We hebben wat regen gehad, dus de mais is hier een stuk minder droog dan dat hij was. Hier begint de koolval te vormen. De verwachtingen voor de korrelmais lijkt ook goed. En daar rijdt een van de haksen van de combines. Dus ze rijden aardig door en met z'n tweeën kunnen ze tussen de 80 en de 100 hectare doen. We zijn halverwege de oogst en we moeten ongeveer nog 12. In totaal dorsen 1200 hectare en we moeten ongeveer nog 600 hectare. Dus dat is ongeveer nog een goede 8 dagen dorsen. En omdat ik nu de laatste tijd veel in Roemenië ben geweest, wil ik u een aantal dingen meegeven. Roemenië is een land met veel kansen. Het is wel anders dan Nederland. Het biedt vooral veel kansen omdat je hier veel landbouwgrond hebt, grote bedrijven. Dus dat is een voordeel wat je hier hebt. Wat zijn dingen die minder leuk zijn? Ja, je kunt je soms slecht verstaanbaar maken. Mensen spreken beperkt Engels. Daar moet je op voorbereid zijn. Dus als je gaat stage lopen of hier een bedrijf begint, begin of probeer samen met iemand te werken die de taal spreekt. Dat is echt belangrijk. Wat ik wel heel leuk was, is dat ik hier heel veel geleerd heb van de Nederlandse eigenaars. Dus als je een bedrijf zoekt hier, gaan we met Nederlandse eigenaars werken. Goedemorgen allemaal. Vandaag zijn we in het kantoor van het bedrijf. En ik wil jullie weer wat laten zien. Wat voor bouwplan ze hier hebben en in welk gebied ze hier zitten. Dus ik ga het even laten zien. Dit is de kaart. Die is allemaal per se erin getekend. Door Oost-Europa en de Sovjet-Unie was de grond verdeeld onder verschillende eigenaren. En wat deze eigenaren hier proberen te doen, is de grond te huren, te pachten en daardoor grote blokken te creëren die efficiënt te bewerken zijn. Dus en ze bewerken hier ongeveer nu 2100 hectare. Dat is wel leuk. Hier liggen de percelen, een dorpje. Rood is van de eigenaar, blauw is van andere kleuren. Dus het geeft je een beetje een inzicht van hoe het er hier uitziet. Ik neem jullie even mee in het bouwplan van afgelopen jaar. Dus we werken hier 2164 hectare. Deze grond is deels in eigendom en deels in pacht. Tarwe, koolzaad, mais. Dat is dan korrelmais en geen snijmais. Dus de mais wordt gedorst. Zonnebloemen, soja en een beetje luzerne, omdat die grond moeilijk bereikbaar is. Laatst deze wat het is. Hier staan de hectares bij. Hier kun je zien, het is in de granen, mais, soja,
zonnebloemen en een koolzaad. Nu ben ik op het erf van de boerderij. Naast het akkerbouwbedrijf hebben ze ook een soort van pakhuis hier. Dus ze slaan hier hun eigen producten op. Maar ze hebben hier ook producten voor derde persoon. Dus voor kleine boeren die zelf een opslag hebben. En bijvoorbeeld, hun hebben hier een achter de boerderij ligt een treinspoor. Dus ze kunnen hier vanuit hier heel erg makkelijk treinen laden. En dat maakt het vervoer heel goedkoop. Dus we verlenen ook deze service aan andere grote boeren hier. Dus die brengen het graan hier tijdelijk. En na een week of na een bepaalde periode gaat dat per trein naar de haven. Meestal in West-Europa of in Constanța. Dat is de andere kant van Roemenië. Daar hebben we een grote haven. Daar op die wegenbrug komt graan binnen. Daar wordt het gemeten. Daar wordt gekeken van wat is de kwaliteit van het graan. Goede kwaliteit met bepaalde proteïne, eiwit. Daar wordt brood van gebakken. Dat heet baktarwe. En elk graan wat niet aan deze eisen voldoet, dat gaat naar een andere schuur. Dat heet voertarwe. En daar worden bijvoorbeeld onze varkens of kippen van gevoerd. Ik zal je nog even gauw laten zien. Dit is een stortput. Die wordt gebruikt voor deze loods. Het graan gaat hier omhoog. Wordt naar binnen gebracht en door Verrijker naar binnen geschoven. Dat is een van de grotere loodsen. Hoop capaciteit. Voertarwe. Het is een meter of 5, 6 hoog zit het en de schuur is ongeveer een meter of 60, 70 lang. Is een schoningsinstallatie. Koolzaad wordt hier geschoond. Halve korreltjes, tarra, wordt hier in deze big bags opgevangen. En dat wordt naast de bevolking gebruikt dat om eigen vee te voeren. En schone korrels gaan in die loods. En daar ligt al het koolzaad opgeslagen dit jaar. En dat zal in de loop van deze periode worden afgeleverd. Oogstmachines, trekkers, overlaadwagen, vrachtwagens worden ingehuurd. En dit is deze locatie en daar zie je de buren. Die hebben ook een akkerbouwbedrijf. Dit is een Nederlands bedrijf. En de buren, dat zijn Duitsers. Dus hier zitten wat internationale boeren toch bij elkaar gevestigd. Het is een droogsilo. Hier worden de producten worden ingedroogd. Dit jaar niet nodig, maar wellicht dit najaar met de mais. Hier een van de putten, die is nog open. Daaronder zitten grote bekers en die werken het graan omhoog. Een grote ketting met tandwielen. En dan komen we in deze schuur terecht. En de eigenaar heeft ons gevraagd in de stageperiode of dat wij iets kunnen bedenken waardoor wij efficiënter kunnen inschuren. En hoogstwaarschijnlijk zal dat een inschuurlijn worden. Die met een half hullig hier de schuren volmaakt. Deze schuur ligt de baktarwe en de schuur hiernaast ligt de voertarwe. En dan hebben we nog een loods met koolzaad. En dat is een beetje wat ze hier doen op het bedrijf. En dit betekent ook dat het een van onze laatste dagen hier is. Wij gaan naar huis, want thuis hebben wij ook een hoop te doen. En begint de Nederlandse graanoogst begint ook bijna in Nederland. Nou, bedankt. Oké, laters.